Jesse, weer belangrijk met een doelpunt, maar ook een blessure. Dus een wedstrijd met twee gezichten voor jou, denk ik. Nee, ik ben niet geblesseerd. Het was van tevoren afgesproken dat ik niet zo lang mocht spelen. En ja, bij de 1, op een gegeven moment stonden we 1-0 voor. En uiteindelijk wil je natuurlijk winnen. En er was al gezegd dat ik denk nog een kwartiertje mocht spelen, zoiets. Omdat we dinsdag weer een wedstrijd hebben. Omdat ik terugkom van mijn blessure. Dus nee, was gepland. We kunnen iedereen geruststellen, er is niets aan de hand. Je kunt gewoon dinsdag dus ook spelen. Ja. Heel fijn. Ja. Nou, dan gaan we even naar het mooie moment natuurlijk, hè. Doelpunt. Ja. Ja. Een echte spitsengoal weer, denk ik, hè? Ja, ik zag de voorzet komen en ik zag Dora naast me. En hij kwam een beetje op borst hoog, dus ik zou hem niet in één keer op doel kunnen schieten. Dus ik denk, ik leg hem eerst klaar voor Dora, zodat hij hem weer kon kaatsen. En ja, dat lukte en toen kwam hij gelijk voor mijn voet. En toen was geen twijfel, gewoon uithalen. Nou, hij ging erin. Heel hard. Hey, maar als je dan kijkt naar wedstrijden van FC Den Bosch die we meer hebben gespeeld, hè, dat je, toen je ook niet meedeed, dan zie je vaker dat we wat die kansen krijgen, maar dan toch dat doelpunt niet maken. En dat je dan net niet over dat punt heen komt dat je kan gaan winnen. Wouter ook loopt hier even langs. en nu schiet je hem dan wel in. Ja, zou dat een verschil kunnen zijn dat je zo'n wedstrijd dan wel uiteindelijk gaat winnen? Ja, nou, die kans komt. En ik heb niet, wat ik al zei, ik heb niet veel van deze kansen gekregen. En als hij, ik had er veel met Wouter over. Op een gegeven moment zit je in een flow, in een fase, zeg maar, dat die kansen dan allemaal weer net niet ingaan. En op een gegeven moment, als je de ene scoort, dan komen ze met z'n allen. En hij ging er nu in. En we waren al goed bezig, zeg maar. Gelijk de eerste, ik denk 20, 25 minuten, waren we echt al goed hoog druk aan het zetten, kansen creëren. En dan ging hij erin. Dan komt er wel wat. Meer ontspanning, zeg maar. Wat rust. Ja, dus ja, de aandelen zijn duidelijk, hè? Belangrijk. Met doelpunten. Ja, zeker weten. Dat is waarvoor ik hier ben en waarvoor ik in de spits sta om doelpunten te maken. Bijna in de dubbele cijfers, dus dat moet dinsdag bij NEC al gaan gebeuren dan. Nog een aantal wedstrijden gaan, dus ik denk wel dat het moet lukken. Misschien nog een toetje, wie weet hè? Na de vierde periode, toetje, de play-offs. Oh ja, dat is wel te hopen. Je weet het nooit, kan gek karaal lopen, ja. Dus wie weet. Ja, Jack heeft al een keer meegemaakt met Almere, dus ja. Daarom. We gaan ervoor. Zeker weten. Dankjewel. Yes, jullie ook bedankt.